Welkom terug in de studio. De Vlaamse regering wil ons de Roaring Twenties in loodsen. Dat hoorden we in de septemberverklaring met al de plannen die ze daar uit de doeken heeft gedaan maandag en vandaag dus een debat erover. Er zat veel nieuws in die septemberverklaring. Het ging bijvoorbeeld over die jobbonus of over de verlaging van de registratierechten voor een eerste woning en zo meer. Maar oppositie wijst vandaag op pijnpunten en hiaten. Wijst op datgene waar het niet over ging in die septemberverklaringen. Dat zijn die energieprijzen waar de laatste tijd zoveel over te doen is. Bij ons in de studio Bruno Tobak van Vooruit. Zeer welkom. Goedendag. Ja, meneer Tobak, het was een omstandige septemberverklaring. Intussen gaan die energieprijzen, gas, elektriciteit, bij iedereen over de lippen. Helaas ook over de rekeningen. En daar ging het helemaal niet over. Nee, dat is toch wel... pijnlijk om vast te stellen, vind ik persoonlijk. Ik word vandaag gebombardeerd met berichten van mensen uit mijn eigen omgeving, maar ook mensen die mailen of op een andere manier, die wijzen op een ontzettende ontploffing, letterlijk, van energieprijzen. Ik denk dat iedereen die vandaag de dag zijn herzieningen van zijn voorschotten van een elektriciteits- of gasleverancier binnenkrijgt, met grote ogen staat te kijken en vaststelt dat die in veel gevallen bijna verdubbelen. En dat is gemakkelijk 100 euro meer per maand voor sommige mensen. En sommigen kunnen dat wel verteren. Maar het is een gigantische groep van mensen voor wie dat echt wel zeer zwaar op de maag ligt, om niet te zeggen onverteerbaar is. En wat zou de Vlaamse regering daar dan in kunnen betekenen? We weten het aandeel van de eigenlijke energie in die rekening is beperkt, zeker in zaken elektriciteit, is dat 30-40%. De rest zijn toeslagen, taksen, distributiekosten en zo meer. Aan welke knoppen zou die Vlaamse regering kunnen draaien om die factuur meer wat in te tomen? Ze zouden te beginnen al kunnen erkend hebben dat er een probleem is. Het meest schijnende was dat er in de verklaring van de minister-president zelfs geen woord over gezegd werd, terwijl het bij de bevolking, bij de mensen, ontzettend leeft. De Vlaamse regering kan de internationale gasprijzen niet beheersen en die zijn verantwoordelijk voor een groot stuk van de snelle evolutie nu. Maar ze heeft wel een heel pakket aan maatregelen die ze wel kan nemen. Er zitten nogal wat lasten in de energiefactuur die er historisch in zitten. Je kan de discussie voeren over waarom die daarin gekomen zijn. Maar je kan vandaag perfect beslissen om ze eruit te halen en op een andere manier te financieren. En hoe dan? Want het moet gefinancierd worden. Distributie bijvoorbeeld heeft een prijs via de algemene middelen dan? Dat kan via de algemene middelen. Dat kan ook via een heroriëntering van wat je vandaag doet. Vandaag is het bijvoorbeeld zo dat in de elektriciteitsfactuur die kosten zitten in de stroomfactuur van huisgezinnen, van alleenstaanden, van koppels, van mensen met kinderen en van kleine bedrijven. Die zitten helemaal niet in de kosten van de energiekosten van de grote bedrijven, bijvoorbeeld. Dus je zou dat al kunnen op een betere manier verdelen. Je kan perfect ook eens gaan kijken naar hoe je de middelen vandaag in de energiesector, we geven gigantische subsidies aan nogal wat grote bedrijven, energieintensieve bedrijven die zeer veel verbruiken. We geven daar gigantisch veel subsidies aan. Je zou een deel van die subsidies kunnen heroriënteren om kosten die vandaag in de stroomfactuur zitten, daaruit te halen. En dus op die manier te betalen. Je moet dan zelfs geen belastingen verhogen. Je kan wat je vandaag int en verdeelt, gewoon anders verdelen. En de gezinnen op dit moment, die echt wel in de rat zitten, proberen hen wat een handje toe te steken. Ik denk dat dat wel nuttig zou zijn. Een andere optie is eventueel, en dat wierp energieminister Zoal Demir op, is de verlaging van de BTW op elektriciteit 21-6%, als ooit gebeurd destijds. Ja. Dus federale materie-regering. Die RUPO, daar is al heel wat om te doen geweest. Valt dat te overwegen? Want dat is een federaal natuurlijk. Ik vond het om te zeggen, ik probeer niet te veel zware woorden te gebruiken op een scherm, maar ik vond het wel vrij schaamteloos van minister Demir, eerlijk gezegd. De verlaging van de BTW naar 6% is ooit gebeurd door de regering Di Rupo. Daar heeft haar partij met hand en tand tegen gestreden. En zodra de regering Di Rupo verdwenen is en vervangen door een regering met N-VA, is ook de verlaging van de BTW afgeschaft en dadelijk terug naar 21% gegaan. Dus ik vind het nu wel raar om uit haar mond te horen van doe dat nu terug naar 6%. Voor mij mag dat, hè. Dus ik denk dat bespreekbaar moet zijn. Dat is ook besproken geweest bij de vorming van de regering, de huidige regering, de Vivaldi-coalitie. Alleen waren daar toen ook de partijen uit de vorige regering, met name VLD en CD&V, niet toe bereid. Maar je zou kunnen denken dat nu de kaarten anders liggen door die internationale gasprijzen. Wat mij betreft is dat noodmaatregelen, zou ik wat mij betreft is dat bespreekbaar. Alleen denk ik dat je structureel dat
daarmee het probleem niet gaat oplossen. Dus de beste structurele oplossing is dat de Vlaamse regering, want dat is haar bevoegdheid, zorgt dat mensen kunnen investeren in het zuinig maken van hun woning. Stroom die je niet moet kopen, die moet je ook niet betalen. Maar daarvoor hebben heel wat mensen gewoon de middelen niet om die investering in één keer te doen, om hun huis te isoleren, om betere apparaten aan te kopen, om de installatie op te waarderen. Nu, ik stel vast dat de Vlaamse regering 350 miljoen heeft om, en dat is een goed project, om bij ArcelorMittal een groene hoogoven te plaatsen. Vind dat op zich niet slecht, maar het is dan wel raar dat men niet eenzelfde project kan financieren om de woningen van mensen beter te isoleren. Je zou minstens die twee dingen samen moeten doen. Het is aan meneer Mittal gegund, maar die had dat zelf ook wel kunnen betalen. Het zou aan Vlaamse gezinnen nog veel meer gegund zijn en veel meer verschil maken, denk ik. En kan de regering dan niet verwijzen naar die verlaging van registratierechten voor de aankoop van een woning die je gaat renoveren, waar het naar 1% gaat? Dat maakt budget vrij om een nieuwe warmteinstallatie, spouwmuren ik en dergelijke vrees, te betalen. Ik vrees... Gaat dat niet werken, denkt u? Mijn vrees is een beetje dat, net zoals vorige verlagingen van registratierechten, dat voornamelijk een voordeel zal zijn voor de verkoper van een woning. De ervaring leert dat een verlaging van de lasten, net zoals een verlaging van de rente, in het algemeen vertaald wordt in een hogere verkoopprijs. En dus ik vrees een beetje, ik heb op zich geen glazen bol natuurlijk, maar het verleden wijst uit dat het in de meeste gevallen niet de koper is die ervan profiteert, maar de verkoper, omdat die een betere prijs kan krijgen. Mensen bepalen wat ze geven aan een woning in functie van wat ze kunnen lenen en van wat ze hebben. En daar wordt altijd het gehele pakket mee gerekend met inbegrip van de registratierechten. Dus als het ene daalt, betekent dat ze een hogere prijs zullen betalen voor een woning, omdat ze nu een keer bereid daartoe zijn. En de markt is zo dat de verkoper de prijs bepaalt op dit ogenblik. Dus ik geloof niet dat een echt verschil maakt. En ik geloof echt niet dat duizenden euro's verschil gaat maken in de renovatiekosten. Ja, en ook wie wil renoveren, dat is of wil investeren in isolatie en dergelijke meer. Je noemt dat als de beste maatregelen, de beste energiebesparende maatregel. Je moet natuurlijk altijd wel ergens een budget hebben. Hè. Velen kunnen, of voor velen is de drempel van een verbouwing gigantisch. Het kan leuk klinken, een subsidie en dergelijke meer. Maar begin er maar aan, hè, voor sommigen. Wel, het is dus zo dat op dit ogenblik, dat is al vaak berekend geweest, dus de berekeningen die de laatste tijd gemaakt zijn, wijzen erop dat voor een hele hoop woningen in Vlaanderen, dan hebben we het over miljoenen woningen, dat je eigenlijk een volledige renovatie energiezuinig, dan praat over budgetten van boven de 50.000 euro. Dat is voor de meeste mensen al een gigantisch hap uit hun budget, als ze het al zouden hebben. De Vlaamse regering heeft premies, en ik heb niks tegen die premies, die maximum 10.000 euro dekken. Nu, ik geloof dat de grote meerderheid van de Vlaamse gezinnen, zeker als het jonge kopers zijn die net geleend hebben om een woning aan te kopen, die hebben niet nog eens 40.000 euro liggen of kunnen niet nog eens 40.000 euro bijlenen, zelfs niet zonder interest, om dat ook nog eens te doen. Dus je moet er op een andere manier proberen aan te pakken. En nog eens, als je voor Arcelor kan voorfinancieren met 350 miljoen, dan zou je vanuit de overheid ook kunnen voorfinancieren voor dit soort van investeringen en zorgen dat het uiteindelijk terugbetaald wordt met de energie die gespaard wordt door de mensen. Net zoals men bij Arcelor blijkbaar gaat doen. Hè. Ja. Een voorfinanciering dan, dat zal een drempel verlagen voor mensen om aan de slag te gaan. Ja, dus de Vlaamse regering is bereid om in dat soort van risicoprojecten te stappen met Indische staalbedrijven. En nog eens, ik ben daar niet tegen, maar is blijkbaar als de dood om dat te doen met Vlaamse gezinnen. En dat vind ik wel jammer dat zelfs niet bespreekbaar is. Die Vlaamse gezinnen die mogen naar de bank gaan lenen. Ja, en we merken dat niet gebeurt en dat kost... Dat kost de mensen op dit moment gigantisch veel geld als je ziet wat er met energieprijzen gebeurt. Hè. Ja, voor dit gesprek over datgene waar de septemberverklaring niet ging, namelijk die hoge energieprijzen, wat eraan te doen, zeer bedankt, Bruno Tobak.